Hey babes, thank you so much for tuning in. If you do not speak Dutch, please do not forget to turn on subs. Or here. Het was niet per se mijn bedoeling om vandaag te filmen, so don't mind the messy hair. Maar Felix en ik vieren volgend jaar onze 5-year anniversary. Wat betekent dat we elkaar al 6 jaar kennen. What happened to time? En tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds zoveel vragen binnen als hoe zorg je ervoor dat je niet jaloers bent binnen een relatie? Ik kijk zo naar jullie relatie op. Hebben jullie tips voor mij en mijn partner? En nou is het niet de bedoeling dat ik vandaag ga vertellen wat je moet doen om de perfecte relatie te krijgen, want ook wij hebben die niet en ik geloof ook niet dat die bestaat. Maar ik weet wel dat er in deze 5 à 6 jaar samen echt wel bepaalde dingen zijn die wij aanhouden, waardoor wij tot op de dag van vandaag nog steeds heel gelukkig zijn met elkaar. Dus in deze video wil ik met jullie het volgende delen. Spiritual things we do that make our relationship work. En spiritual is tussen aanhalingstekens, want niet alles heeft daarmee te maken. Nou zijn jullie natuurlijk al hartstikke bekend met Felix op mijn kanaal, maar ik snap dat mijn kijkers die niet Nederlands spreken zich misschien nog een beetje afvragen hoe we elkaar hebben leren kennen. Veen en ik hebben namelijk best wat Q&A's opgenomen voor dit kanaal, alleen dat was allemaal in het Nederlands. Misschien ken je dit verhaal al of heb je hier gewoon helemaal geen zin in. Spoel dan lekker door naar dit moment. So, very long story short. Ik was aan het daten met een jongen. Ik kan het niet echt daten noemen. Het was eerder een soort friends with benefits gebeuren. Omdat hij er niet echt voor open stond om echt met mij gaan daten, om aan een relatie te werken. Wel vond ik hem heel erg leuk. En hij had mij uitgenodigd voor een feestje. Hier keek ik super erg naar uit. Ik had ook al vriendinnen meegevraagd. En niet heel lang voor dat feestje zei hij mij af omdat hij moest werken. Ik ben helemaal niet van het uitgaan. Festivals vind ik wel heel leuk. Maar echt naar een club gaan en clubbing is not really my thing. Maar ik dacht, you know what? Ik heb al een Airbnb gehuurd voor in de buurt van het feestje. Mijn vriendinnen komen. So why not go with my friends? Ik ben toen met mijn vriendinnen gegaan. En op het moment dat wij aankwamen was er een DJ aan het spelen. En ik vond de set echt vreselijk. Ik kwam daarvoor best wel een specifiek type soort muziek. Het was muziek van Moxie. Ik was toen helemaal into, ja, hoe noem je het? Ik denk wel dubstep. Maar de DJ die aan het spelen was toen we daar aankwamen, speelde trap. Dus ik had daar gewoon helemaal geen zin in op het moment. Ik ben toen een uur lang in de rokersruimte gaan zitten met een van de vriendinnen. Omdat we gewoon zoiets hadden van, nou, dan chillen we wel hier. Er draaide ook andere muziek, dus er was een andere vibe. En toen ik terugkwam, kwam Moxie eindelijk. Dus daar was ik heel blij mee. En toen had ik echt de tijd van mijn leven met mijn vriendinnen. Wat voor mij een teken was dat ik me niet per se kut zou hoeven voelen als iets wordt afgezegd. Want je kan er ook je eigen feestje van maken. Letterlijk. Maar wat er heel die avond gebeurde was dat er naast mij, en met naast mij bedoel ik naast mij, een jongen stond te dansen. Het was een hele lange jongen. En toen ik goed keek zag ik dat het de DJ was die net die irritante set aan het draaien was. En ik dacht echt, moet je per se hier staan? Waarom sta je hier? En als je dan hier staat, in mijn aura, want je staat op zo'n afstand van mij, dan kan je hem op zijn minst aankijken. Deed hij niet. En dat vond ik irritant. Ik vond het mega irritant. En ik snapte ook niet zo goed waarom hij me dan niet aankeek. Want hoe heb je niet door dat ik hier sta? Nou ja, uiteindelijk een hele leuke avond gehad. Mega veel stories gemaakt. Een post op Instagram gegooid. En het was toen in 2015, 16 was dat. Helemaal hip als je dan het feest tagde. En alle artiesten die er waren. En die tagde je in de post. En de locatie tagde je. En helemaal niet voor een schreeuw voor aandacht. Maar dat was gewoon tof. Ja, dat was gewoon normaal die tijd. Ik denk dat ik toen een paar weken later een DM kreeg van een jongen genaamd Young Felix. En zijn openingszin was, hey, jij was toch ook op dat feestje? En ik dacht, don't get me started, sir. Ja, dat was ik. Maar hoe weet jij dat? Want je keek me niet aan. Je wist het dus wel dat ik er was. Hij had me dus gevonden via de getagde posts. Hij wist echt niet dat ik ook op het feestje was. Hij had me niet gezien. Achteraf gezien maakt het sens, want ik ben 1,52 en hij is 1,88. Dus hij keek waarschijnlijk recht over mij heen. En wij raakten toen in gesprek en op een gegeven moment kwam het erop neer dat we wilden gaan afspreken. Gewoon om wat te drinken, gewoon om elkaar even te zien. En gek genoeg zei ik daar ja op. Dat zou ik normaal nooit doen. Ik kreeg in die tijd best wel veel DM's van jongens en
Ja, er was nooit echt iemand waarmee ik dan ook werkelijk zou afspreken. Vond ik gewoon niet chill. En before y'all come at me met... Maar dit heb je dus gedaan omdat hij een bekende DJ was. Of omdat hij geld had. For your information. Ik had toen denk ik rond de 55 of 60k volgers. En Felix had er denk ik iets van 3000. Ik had geen idee wie Young Felix was. Want nou ja, hij had nog helemaal geen naam in de scene. Of in ieder geval niet zo groot dat ik hem kende. I paid... voor our first date, want de man had geen pinpas op zak. Nou, dan weten we allemaal hoe laat het is. Dus nee, ik ben niet met hem gaan daten voor de naam of voor het geld of voor de fame, want dat was er toen gewoon nog helemaal niet. Ik had eigenlijk dus meer status, om het zomaar even te zeggen, not my words, maar als jullie die vergelijking willen maken, prima, dan hem op dat moment. Maar ja, er was gewoon iets wat me een soort van naar deze situatie toetrok. Het was heel gek, het was gewoon een bepaald gevoel. Wat ik niet kon omschrijven. Ik had ook gewoon zin om hem te zien. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik vond je mega irritant. Maar ja, waarom niet? Let's go. Eigenlijk was het vanaf het eerste moment al gelijk vuurwerk. We chillden gewoon heel fijn. Onze energieën matchten heel goed. Het was gelijk een heel comfortabel gesprek. Er was ook heel veel sexual tension. Maar wij zijn 8 maanden lang gaan daten. En in die 8 maanden ben ik niet met hem naar huis geweest. Dus we hebben het gewoon heel erg leuk gehad. En we hebben elkaar heel goed leren kennen. Ik denk dat deze relatie mij daarom ook vanaf het begin af aan wel echt heeft geleerd om helemaal in het moment te leven. En het leven vooral niet te haasten. En omdat we ook zo zijn begonnen, hebben we dat ook meegenomen in onze relatie. Buiten het feit dat ik na 1 maand zijn vriendin te zijn bij hem introk. Maar dat kwam door een hele andere reden. Dat was niet per se de bedoeling. Dus ja, buiten dat hebben we echt van elkaar genoten. En elkaar 0 keer de pressure gegeven van ik wil nu een relatie. Of ik wil dat je nu een kind met mij maakt. Ik wil dat je me nu ten huwelijk vraagt. We hebben onze hele relatie hebben we gewoon op elkaar afgestemd. En ik denk daarom ook dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is van onze relatie. Dat we gewoon dingen niet haasten. Because why would we? Als we een heel leven met elkaar hebben. Dan hebben we nog genoeg jaren om te trouwen. We hebben nog genoeg jaren om alle reisjes te maken die we willen doen. Het hoeft niet allemaal gepropt in 1 moment. En aan de ene kant is dat misschien tegenstrijdig. Omdat ik ook wel geloof dat je elke dag moet leven alsof het je laatste is. Maar dan weegt het voor mij toch zwaarder dat je allebei een fijn gevoel hebt bij iets. En het dan pas doet. Dan dat je de een probeert te rushen in something. That he or she isn't ready for. Maar goed, dat is hoe wij elkaar kennen. En dat is nu dus inmiddels 6 jaar geleden. En inmiddels kennen we elkaar door en door. En elke keer weer denk ik dat ik niet meer van hem kan houden. Maar it just grows every day. En daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. Maar buiten dus het goede begin van het geen hebben van haast. En gewoon echt samen in het moment droppen. Zijn er dus ook nog heel veel andere dingen die wij nu doen. Of die wij proberen te blijven doen. Om onze relatie zo gezond mogelijk te houden. Het zijn dus wel een beetje de keys in onze relatie. Maar ik moet zeggen dat bepaalde dingen die ik ook heel belangrijk vind in een relatie. En Felix ook. Hier voor mij eigenlijk een beetje buiten vallen omdat ze vanzelfsprekend zijn bij ons. Dus dan heb ik het over elkaar respecteren voor de werkelijke, authentieke versie die we zijn. Dus elkaar helemaal in elkaars waarden laten en dezelfde waardes hebben of niet. Maar elkaar daar dus wel in respecteren en in zijn of haar waarden laten. En openstaan voor groei in de relatie, want als je dat niet hebt, dan heb je vaak ook het inzicht niet van hoe je een ander kan respecteren. Dus dat zijn een beetje dingen die voor mij sowieso belangrijk zijn in onze relatie, maar die ik niet per se ga opnoemen nu, omdat dat voor mij vanzelfsprekend is. Maar dan het allereerste ding wat wij sowieso vanaf dag 1 hebben gedaan en nu nog steeds, het loskoppelen van elkaar om echt je eigen persoon te zijn in de relatie. Ik vind niet dat een ander jou zou moeten aanvullen. En dat is mijn persoonlijke mening. Je hoort natuurlijk vaak de uitspraken als, nou, je bent mijn wederhelft en zonder jou ben ik niet compleet, je bent mijn andere helft. Maar dat is niet hoe ik mij en Felix zie. In mijn ogen zijn we juist allebei een hele cirkel. En wij komen samen en zorgen ervoor dat we die krachten bundelen en dan samen ook verder kunnen groeien, maar ook alsnog individueel kunnen groeien. En ik denk juist omdat we vanaf dag 1 heel erg open naar elkaar toe zijn geweest over onze plannen, onze individuele plannen, dat we elkaar ook echt meteen de ruimte hebben gegeven om volledig voor je eigen dromen te gaan en volledig op te bloeien tot de persoon die jij kan worden, maar dan wel naast elkaar. Als je persoonlijk groeit, dan heeft het alleen maar meer positieve invloeden
op je relatie. Omdat je natuurlijk ook sterker staat als individueel persoon in een relatie als je een persoonlijke groei doormaakt. En als ik nu kijk naar hoe wij er allebei 6 jaar geleden uitzagen, en dan heb ik het niet over fysiek, ja, dan is er gewoon mega veel veranderd. We hebben allebei zo onwijs veel geleerd en zijn zo erg individueel gegroeid, waardoor we uiteindelijk als stel ook enorm zijn gegroeid. En ik denk dus ook dat als je je best doet om zelf een leven te hebben naast dat van jouw partner, je ook echt met waardering kan kijken naar de groei van je partner. Omdat je weet dat je dat zelf ook meemaakt en daar zelf ook voor strijdt. Nummer 2 is leren omgaan met verschillende love languages. Voor degenen die niet weten wat een love language is, dit is voor jou de taal hoe jij jouw liefde communiceert. En je hebt verschillende liefdestalen. Dit zijn ze allemaal. Iets wat ik heel vaak hoor en waar eigenlijk ook wel de miscommunicatie begint in een relatie, is door het niet begrijpen van hoe de ander zijn of haar liefde naar jou communiceert. Als voorbeeld, Felix en ik hebben zeker een andere taal van liefde. Nou moet ik zeggen dat we allebei wel waarde hechten aan quality time. Maar ik ben bijvoorbeeld heel erg van de physical touch en hij is dat niet per se. Nu wel al veel meer dan eerst, maar ik zou niet zeggen dat dit per se zijn liefdestaal is. Hij heeft eerder de acts of service, dus hij staat gewoon heel erg voor mij klaar. Als ik gestrest ben of als ik een probleem heb, dan denkt hij heel oplossingsgericht en helpt hij me ook meteen handelen daarnaar. Het is fijn dat we dit van elkaar weten, want als ik mij bijvoorbeeld wel eens rot voel, dan is vaak het enige wat ik nodig heb een hele goede knuffel. Of gewoon een dikke kus. Of in ieder geval een momentje dat hij met mij is. Quality time. En me vasthoudt. Physical touch. Wat Felix dan heel vaak doet, is hij ratelt meteen door over wat we kunnen doen om de situatie aan te pakken. En hij zorgt er dus voor dat ik uit die stressbubbel kom en aan een oplossing ga werken. Op dat moment kan ik me heel ongehoord voelen, omdat ik denk, I just want a fucking hug. En dit is waarom het zo belangrijk is om je bewust te zijn van de liefdestaal van jou en je partner. Want als je je ongehoord voelt, dan is het heel vaak zo dat je niet werkelijk niet gehoord wordt, maar dat je gewoon op een andere manier dan dat jij zou willen wordt geholpen. Omdat wij dus verschillende liefdestalen hebben, was het voor ons in het begin ook nog wel eens moeilijk om letterlijk liefde aan elkaar te geven, omdat de ander het gewoon niet als liefde ontving. Maar goed, we zijn 6 jaar later, dus we weten inmiddels hoe we daarmee om moeten gaan. En ik moet ook zeggen dat we elkaars liefdetaal een beetje zijn gaan overnemen. Onbewust. Dus Felix houdt ineens een stuk meer van physical touch. En ik denk ook ineens een stuk meer meteen oplossingsgericht. Terwijl ik hem ook alsnog vasthoud als hij dus stress heeft. Want dat is nog steeds mijn love language. Dus mocht je nog niet weten wat die van jou is of die van je partner, zoek dat dan zeker uit. Want ik weet zeker dat je daar heel veel aan gaat hebben. Nummer 3 sluit hier aardig goed op aan. En dat is, zodra één van ons stress heeft, dan proberen we er niet alleen emotioneel voor diegene te zijn, maar dan helpen we de ander ook om te cleansen. Dit is er een beetje onbewust ingeslopen, maar ik merk dat we dat nu altijd standaard doen als de ene gestrest is. En met cleansen bedoel ik letterlijk alle emotional baggage en alle energie die op dat moment dus heel laag is van je af. Cleansen. En dat doen we of door bijvoorbeeld een bad te nemen met de intentie om ook echt alles van het lichaam af te spoelen. Dus als hij gestrest is, dan zet ik het bad voor hem aan. Dan gaan we samen in bad of dan gaat hij alleen in bad. En dan maken we er een soort van ritueel van om hem ook echt te cleansen. Of als ik me gestrest voel, dan komt Felix wel eens aanlopen met mijn Palo Santo en dan cleanst hij mij dus met de intentie om alle negatieve energie van mij af te halen. Ik doe dat dan ook op het moment dat hij dat doet voor mij. Dus dan cleansen we elkaar door middel van rook en met woorden. Of we nemen dus echt een momentje om even te gaan wandelen of elkaar aan te sporen om eventjes in het moment te leven en weer even te gronden in je lichaam. Even mindful bezig te zijn. En nou heb je daar als partner natuurlijk niet altijd tijd voor, omdat je misschien zelf weg bent als de ander gestrest is.
Maar als er tijd is, dan is dit eigenlijk wat we altijd doen voor elkaar. En ik merk daardoor dat je heel erg betrokken wordt in elkaars problemen, maar op een positieve manier. En dan denk je, hoe is het betrokken zijn bij iemands stress ineens positief? Nou, je staat er dan samen in als koppel en het voelt daardoor een stuk minder zwaar om het in je eentje te moeten dragen. Het maakt je als team veel sterker, omdat je er dus samen naar kijkt en uitkomt. Daarnaast merk ik dat het probleem veel sneller is verholpen, omdat we dit dus op deze manier doen, dan dat ik hem bijvoorbeeld in stress zou laten zitten, omdat ik denk, nou, ik heb daar echt geen zin in nu. Nummer 4 is ongemakkelijke gesprekken aangaan. En dit is voor ons eigenlijk ook iets vanzelfsprekend, omdat we dat ook vanaf het begin af aan al hebben gedaan. Vanaf het begin af aan hebben we geen geheimen voor elkaar, zijn we heel transparant. Laten we het ook echt wel weten op een volwassen, respectvolle manier. Als we ergens mee zitten of als we iets niet tof vinden van de ander, van wat de ander heeft gedaan. Maar wij zijn nooit ongemakkelijke gesprekken uit de weg gegaan. Nou zijn er ook wel heel veel momenten geweest dat we die wel moesten houden. Omdat ik bijvoorbeeld met heel veel trauma's moest dealen. Toen ik uit huis gezet was, trok ik bij hem in. Dus er zijn ook wel echt heel veel momenten al heel snel in onze relatie geweest dat we wel moesten. En daardoor is het nu bijvoorbeeld een stuk makkelijker om meteen aan te kaarten als we iets niet tof vinden. Of meteen onze gevoelens op tafel te leggen. Er is gewoon geen awkward space. En ik noem het wel, neem de tijd om ongemakkelijke gesprekken aan te gaan. Maar voor ons is eigenlijk niks. Ik voel me geen één keer ongemakkelijk bij Felix. En ik denk dat dat wel echt komt, omdat we dat vanaf het begin dus hebben gedaan. Alles bespreken wat je wil bespreken en niks opkroppen. In het begin moesten we daar wel aan werken, want ik praat een stuk makkelijker over gevoelens dan Felix. Maar nu gaat het zo makkelijk en is het dus zo vanzelfsprekend dat we dat doen, dat ik me het ook niet kan voorstellen dat we dit niet zouden doen. En soms kan een moeilijk gesprek ook betekenen dat je op tafel legt waar je op dit moment heel erg over stresst. En in dat soort momenten, dat is iets wat we allebei nog moeten leren en allebei nog moeten meenemen. Dan is het slim om aan elkaar te vragen, wil je echt zeiken? Of wil je dat ik je help? Ook dan komt het weer neer op, wat voor communicatie wil je terugverwachten? Wat voor taal wil je terugverwachten? Wil je dat ik je help? Of wil je gewoon even van je afzeiken en dat ik met je meezeik? Dat soort dingen kunnen heel waardevol zijn in een gesprek. Nummer 5 is dat wij niet per se een vast moment in de week hebben. Ook niet per se een vast moment op de dag. Maar wij hebben zeker wel wekelijks een gesprek wat er aan het borrelen is in de ander zijn of haar hoofd. Wij hebben allebei een baan waarvoor we eigenlijk de hele dag aanstaan. Het is niet dat je van 9 tot 5 werkt, het kantoor afsluit en dan werk ook echt achter je laat. Wij zijn eigenlijk wel de hele dag gewoon bezig met werk. En ook dat kan heel zwaar zijn om dus heel de dag in je eentje te moeten doen of dat allemaal in je eentje te moeten dragen. Dus is het voor ons in onze relatie heel waardevol dat we minimaal 1 keer in de week, maar eigenlijk wel vaker, een momentje hebben om aan elkaar te vragen hoe het nou echt gaat. En wat er allemaal in ons hoofd omgaat, waar we bij kunnen helpen. En ik voel me daardoor ook wel heel betrokken bij wat Felix allemaal doet en wat zijn plannen allemaal zijn. We zijn overal van op de hoogte bij elkaar. En dat scheelt een hoop onduidelijkheid. Want als ik hem dan bijvoorbeeld 1 keer een beetje afwezig zie kijken, of zie dat hij er niet helemaal bij is met zijn hoofd, dan kan ik ook pinpointen waar het vandaan komt en er specifiek naar vragen. Een andere hele, hele belangrijke is dat we het in bed niet over werk hebben. De slaapkamer moet voor ons een plek zijn waar we ons kunnen terugtrekken, waar we echt oog hebben voor elkaar en waar we quality time met elkaar spenderen. En gesprekken over werk kunnen alleen maar stress opleveren. Natuurlijk ook inspiratie, want we halen er heel veel energie uit, maar dat willen we gewoon gescheiden houden van de slaapkamer. Dan hebben wij 1 keer per maand een surprise date. Dat wil zeggen dat Felix en ik om en om 1 keer in de maand een dagje plannen voor ons beiden. Om lekker op date te gaan. En dat hoeft niet te betekenen dat we naar een heel fancy restaurant of een heel fancy hotel gaan. Het hoeft echt niet duur te zijn. Dat kan ook betekenen dat we gezellig samen thuis zijn. En dat de een dus lekker voor de ander gaat koken. Maar het gaat er gewoon om dat wanneer het mijn beurt is, dat ik ook echt moeite doe. En denk aan wat leuk zou zijn om met elkaar te gaan doen. Op die manier blijven we gewoon voor elkaar werken, voor de relatie werken, blijven we moeite doen. In plaats van het maar allemaal voor lief te nemen en
te denken, weet je wat, we zijn nu toch al bij elkaar, dus or whatever. Nee, we blijven wel moeite voor elkaar doen. Wij zeggen voor het slapen gaan altijd, ik hou van je. En we geven elkaar altijd een kus, want je weet nooit of je wel wakker wordt. Wij hebben bijna nooit ruzie. Als we die hebben, dan hebben we ook wel heel snel het gevoel dat we meteen alles op tafel willen gooien en meteen alles willen bespreken. Dus het is dan ook vaak binnen ja, een uur of een halve dag max weer goed. Maar heel soms, dus wat ik zeg, ik denk één keer per jaar komt het nog wel eens voor dat we wel boos gaan slapen. En dat is gewoon voor niemand fijn. Dus we zorgen er eigenlijk gewoon voor dat we altijd voor het slapen gaan alles uitgepraat hebben. Mochten we dus ruzie hebben, want dat komt niet veel voor. Maar we zeggen ook altijd, ik hou van je tegen elkaar. Nou ja, we zeggen het de hele dag door tegen elkaar. Maar voor het slapen gaan, dan zeggen we het wel echt door elkaar in de ogen aan te kijken. En er een iets intiemer momentje van te maken. Omdat je gewoon niet weet of je wel wakker wordt. En ik denk dat als je al een tijdje bij elkaar bent, dat het sowieso fijn is om echt een momentje te nemen om die woorden te zeggen. Ik hou van je, want ze betekenen natuurlijk heel veel. Maar het wordt op een gegeven moment een soort automatisme om het te zeggen. Dus als je gewoon één momentje per dag hebt om dat met echte, volle aandacht te zeggen tegen elkaar. Dan ja, dat voelt gewoon wel heel erg fijn. De volgende is iets wat we nu niet meer doen, maar wat zeker heeft geholpen in onze relatie. Ik heb best een lange periode heel veel moeite gehad met intiem zijn met Felix. En ik dacht dat dat heel erg kwam door de band die wij hadden opgebouwd, intiem. Dus omdat ik een veel hoger libido had dan hem. Maar achteraf blijkt dat er gewoon veel meer achter zat vanuit mij. Dus dat ik van best wat trauma's moest helen en dat het daardoor voor mij best lastig was om me veilig te voelen. En doordat dit de eerste man is in mijn leven bij wie ik mij echt veilig voel, waarmee ik echt een gezonde relatie heb, kwamen er gewoon heel veel dingen naar boven, zodat ik eraan kon werken en zodat wij er als koppel aan konden werken. Maar dat was voor ons natuurlijk heel zwaar, want ik kreeg het heel moeilijk met intiem zijn met hem. We hebben dit samen aangepakt, omdat je ja, als partner zijnde, in dit geval Felix, heb je er dus wel zo direct mee te maken dat je er eigenlijk wel aan mee moet werken. Want anders heb je gewoon geen intimiteit samen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus wat wij toen hadden gedaan, was dat wij minimaal één keer per week een love room deden. En we noemden dat een love room, omdat we dan in de slaapkamer gingen zitten. En alleen maar liefde voor elkaar hadden. Dus echt oog voor elkaar. Geen tv, geen camera's, geen telefoons. Helemaal naakt. Gewoon lekker op bed gaan liggen. En alles mocht gebeuren. Dus we mochten gaan praten. We mochten elkaar gaan masseren. Nou ja, eigenlijk alles waar we zin in hebben. Dus als we wel seks met elkaar wilden hebben, dan mocht dat. Maar niks was verplicht. Dus het ging er gewoon om dat we samen naakt in een kamer zouden zitten en echt oog hadden voor elkaar. En op die manier creëerde ik voor mezelf weer een veilig gevoel met intiem zijn met hem. En het maakte ons als koppel gewoon veel sterker. Het was in het begin natuurlijk wel heel lastig, want als je moet helen van meerdere trauma's op seksueel gebied, dan kan dat nog best wel triggerend zijn. En het is ook echt wel zo gegaan. Soms ging een love room heel goed en soms ook heel rot, want dan kreeg ik er juist spanning van. Maar al met al kan ik erop terugkijken en zeggen dat het ons echt heel erg heeft geholpen in de relatie. En nou, nu ben ik zwanger, dus dan kan je wel al invullen dat dat helemaal goed gaat inmiddels. Ja, ik ben toch wel heel blij dat we daar zo invested in waren in die tijd, want dat is wel echt wat ik nodig had om me weer veilig te voelen in de slaapkamer. Tijdens die love rooms hebben we bijvoorbeeld ook echt wel veel rituelen samen gedaan. Dus samen drankjes maken die dan ingrediënten bevatten die bepaalde dingen in je lichaam activeren om het makkelijker te maken om je te relaxen en libido omhoog te wekken. We zijn samen gaan mediteren, samen breathwork gedaan. We hebben gewoon heel veel in die love rooms gedaan. Die ons ook op spiritueel gebied gewoon veel dichter bij elkaar brachten. Het voelt fijn om te zeggen dat we die love rooms niet meer nodig hebben. Maar ik kan zeker zeggen dat er nog best wel veel dingen zijn die we alsnog hier en daar wel eens doen. Omdat het gewoon heel erg fijn is om dat met elkaar te doen. En dan de allerlaatste, wat misschien een beetje ongewoon is voor jullie om te horen. Maar dit is such an important key in onze relatie. Maar echt gewoon, echt. Wij hebben Mushi nu bijna 4 jaar.
Dus toen Vee en ik ongeveer een jaar samen waren, haalden wij Mushi op. En vanaf de dag dat we Mushi hebben, is het een soort gewoonte geworden om via Mushi te praten. We zetten ook echt een andere stem op en praten dan in Mushi voice. Dus ik hoor het ook direct als hij iets zegt door Mushi. Of als Mushi iets zegt. Wat het voor ons doet, is het creëert een mogelijkheid om je irritaties een beetje te ventileren op een soort lacherige manier. Want je doet het met een andere stem. Je doet het niet via jezelf. Mushi zegt die dingen, niet jij. En daardoor gaan we er op een hele lollige manier mee om. And it really works for us. Want, nou, klein voorbeeld. Als Felix bijvoorbeeld de afwas zou doen. We hebben een vaatwasser, dus dit is een heel slecht voorbeeld. Maar als hij de pannen zou afwassen en hij heeft het niet gedaan, dan zeg ik, oh dad, you didn't do the dishes today. Fucking hell. Dus dan laat ik merken dat ik het irritant vind. Maar zodra ik dat heb gezegd, zodra ik die zin heb gezegd, voel ik letterlijk geen irritatie meer omdat hij die pannen niet heeft afgewassen. Ook ik kan er dan om lachen. Felix kan er om lachen. Hij gaat nu die pannen wassen. Problem solved. En dit is eigenlijk wat we de hele dag door doen met elkaar. En het werkt gewoon echt. Het voorkomt dat hele kleine dingen bijvoorbeeld heel groot worden. En er is natuurlijk een grens. We doen dit niet met serieuze dingen. We doen dit niet wanneer je gewoon echt met elkaar moet zitten en moeilijke gesprekken met elkaar moet aangaan. Een eerder punt. Maar gewoon voor de kleine dingen als het vergeten van afwassen. Als je dat irritant vindt als partner en ik het op deze manier zeg, nou, dan is het probleem opgelost. Gezellig. Oh, ik ben nog bezig. Okay. Ik wil dit op een gegeven moment ook voor mijn studio, want ik zag ook bij Top Notch. Dat zijn alle dingen die wij doen die zeker heel veel bijdragen aan hoe steady onze relatie is en hoe gezond onze relatie is. Want tuurlijk, geen één relatie is perfect, maar ik ben wel echt heel blij en vooral heel trots op ons voor wat we allemaal hebben bereikt en waar we nu staan als koppel. De respect naar elkaar toe groeit met de dag. De liefde naar elkaar toe groeit met de dag. Vooral nu we natuurlijk een nieuw hoofdstuk ingaan en ouders worden. Dan kijk ik weer met een hele andere blik naar Felix die gek genoeg nog meer liefde bevat. Ook al wist ik niet dat dat kon. So I'm just very happy. En ik hoop oprecht dat jullie wat aan deze tips hebben. Ik zou niet per se aanraden om ze allemaal in één keer toe te passen als je nog niks van dit lijstje doet binnen jullie relatie. Kijk gewoon wat jou het meeste aanspreekt en probeer dan in ieder geval aan één punt te werken. Mocht dat gelukt zijn met elkaar en zet daar geen haast op, dan kan je kijken naar wat er nog meer verbeterd kan worden en wat vooral voorrang heeft en wat dus ook gewoon prioriteit heeft binnen de relatie. I hope that helps. Thank you so much for watching en ik zie jullie in de volgende.